Hallo iedereen, ik ben nog eens terug met een video. Want ik merk, ondanks het feit dat ik zelf in een heel hoge energie zit en alles heel goed gaat voor mij op dit moment, op elk vlak in mijn leven, merk ik dat er om mij heen weer heel veel angst is en heel veel chaos, heel veel onzekerheid, heel veel negatieve, of niet zozeer negatieve, maar vooral laagtrillende energieën. En dat komt net doordat die hoge energieën ons aan het bombarderen zijn. Naar ons toe aan het stromen zijn doorheen de verschillende energetische poorten die er zijn. En het is net op die momenten dat we vaak iemand nodig hebben die zegt tegen ons van, weet je wat, alles zou goed komen. Je moet gewoon blijven vertrouwen. En ik had het gisteravond ook met mijn dochter, dat ik zal eventjes gaan neerzetten, dan wiebel ik zo niet veel, niet minder. Dat soms doen mensen om ons heen dingen die ons kwetsen, of waardoor we aan onszelf gaan twijfelen, of verloopt niet alles zoals dat we het eigenlijk in ons hoofd hadden gepland. En dat zijn de momenten waarop je leert of de les krijgt om te blijven vertrouwen, om in overgave te stappen en om in je eigenlijk te laten leiden en om het niet allemaal zelf te willen gaan doen. En dat is hoe dat ik het leven dat ik nu leid de afgelopen jaren ook heb vormgegeven. Als alleenstaande moeder met twee tieners en een bedrijf opzetten. Velen zeggen van, hoe doe je dat toch? En ik heb ook 2,5 jaar voordien huisonderwijs gegeven aan hen. Maar het ging mij zo gemakkelijk af, omdat ik voelde wanneer dat wat nodig was. En ik had altijd energie over, net omdat ik geleerd had om naar mijn lichaam te luisteren en naar de boodschappen en de signalen die mijn team mij doorgaf. Als ik ideeën kreeg, dan wist ik dat dat een idee was dat ik mee aan de slag mocht gaan. Maar het had geen zin om daar onmiddellijk mee aan de slag te gaan, omdat de puzzelstukken van dat idee er nog niet volledig waren. En dat is ook hoe dat het werkt wanneer dat jij jouw droomleven, wanneer dat jij jouw missie wil gaan leven, wanneer dat jij iets wenst te manifesteren. Het maakt zelfs niet uit waarover dat het gaat. Of dat nu een auto, een huis, een nieuwe partner, een nieuwe hobby, een nieuw werk. Het maakt niet uit wat dat het is, of hoe groot dat het voor jou ook lijkt. Het komt altijd op hetzelfde neer. En dat is hetgeen wat ik onder andere ook schreef in de training Manifesteren met Elementen. Waar ondertussen al tientallen mensen dat hebben aangeschaft. En dat mij natuurlijk super blij maakt, omdat ik daarin ook vertel hoe dat je vanuit jouw eigen energie die dingen kan gaan manifesteren. Wat dat maakt dat de wet van aantrekking voor jou ook niet werkt. Net zoals dat het voor mij niet werkt. Natuurlijk werkt het wel, maar we begrepen het verkeerd. Het werd ons op een verkeerde manier uitgelegd. En de belangrijkste dingen werden natuurlijk niet verteld. Ah ja, tuurlijk. Want wat als iedereen zou gaan manifesteren? Wat als iedereen in staat is om vanuit zijn eigen kracht en energie onmiddellijk iets te gaan aan te trekken en te manifesteren? Dat zou voor heel veel of voor een aantal mensen ervoor zorgen dat zij het ook weer op een andere manier gaan moeten gaan doen en op een andere manier dingen moeten gaan uitzoeken. En dat is hetgeen nu zeker nog meer op momenten waar dat de maatregelen weer strenger worden. Ik merk het ook in Afrika bijvoorbeeld. Ik heb een aantal mensen die met mij chatten en die ik ook begeleid van daaruit. Zij herbeleven eigenlijk gewoon vorig jaar nog eens weer opnieuw. Ondanks het feit dat eigenlijk heel veel situaties, heel veel dingen weer al veranderd zijn. En ook daar komt het altijd op hetzelfde neer. In hoeverre laat jij jouw innerlijke rust en jouw geloof en je vertrouwen afhangen van dingen die gebeuren in jouw omgeving, dingen die gebeuren in jouw realiteit? Want ik heb periodes gehad waarin dat ik mij super gelukkig voelde. Maar ik de dag daarna eigenlijk niet wist hoe dat ik mijn eten zou gaan kopen, als het ware. En dan zou je kunnen zeggen van, maar ja, Lindsay, hoe is dat godsnaam mogelijk? Hoe kun je nu eigenlijk daarmee gelukkig zijn? Maar net dat zijn de momenten waarop dat ik heel veel inzichten gekregen heb. Dat zijn de momenten waarop ik dat ik leerde vertrouwen. En dat zijn ook de momenten waarop dat het universum toonde van wanneer je vertrouwt. En meer nog, wanneer je weet dat het universum altijd voor je zorgt als jij de stappen neemt dat zij aan jou doorgeven. Dat het universum er altijd voor jou is. En altijd op een hele miraculeuze manier kwamen dan opportuniteiten op mijn pad, kwamen nieuwe verkopen op mijn pad, kreeg ik geld van
ongeacht wie. Of was er een promotie, of het maakt niet uit, of hoe gek je dit ook bedenkt. Het universum zorgt er altijd voor jou. Altijd, altijd, altijd. Maar zolang dat jij niet aan de kant stapt en de weg vrij maakt, zodat het universum het kan brengen aan jou, dan mag jij nog zoveel cursussen, trainingen, coaching, wat dan ook volgen, dan ga je er nooit geraken. Dus het belangrijkste is om te leren wie dat jij in essentie bent. Wat is, wat maakt dat jij jij bent? Toen ik helemaal vast zat, en ik heb dat waarschijnlijk ook al in een van de vorige video's verteld, maar toen ik helemaal vast zat, was het eerste dat voortdurend in mijn hoofd kwam en terug weer naar boven kwam, of langs mijn pad verscheen, was yoga. Yoga, 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 yoga. En vanaf dan ben ik beginnen mijn leiding gaan volgen. Ook zelfs eigenlijk vroeger nog. Ik herinner mij op het einde van het middelbaar. Ik had in een technische richting gezeten. En toen was nog het CLB, het PMS, of hoe heette dat ook alweer? Nu is dat CLB dus. Dus de leerlingbegeleiding. En er was er iemand die mij eigenlijk totaal niet kende. En zij zei aan de hand gewoon van de punten dat ik dat laatste jaar had. Ja, het is misschien beter dat Lindsay maatschappelijk werk doet. En dat gaat beter voor haar zijn. Terwijl dat ik gewoon de psychologieopleiding wou doen. En ze zeiden van, dat gaat niet kunnen en je gaat dat niet kunnen en dat gaat veel te lastig zijn. En dan, op dat moment, kwam mijn ware kracht naar boven. Dan kwam eigenlijk iets, wat dat sommigen koppigheid gaan noemen, maar dat is tegelijkertijd mijn kracht geweest. En eigenlijk ook de reden waarom dat ik sta waar ik nu op dit moment sta. En ik had gezegd, oké, jullie zeggen dat ik dat niet kan, watch me. Watch me. En ik heb het gedaan. En het is niet zonder slag of stoot geweest, maar ik heb wel mijn bachelor gehaald. En ook, dat is één van de zoveel voorbeelden waarin dat ik gewoon diep van binnen die drive voelde en die vechtlust voelde. En hoe meer dat mensen zeggen tegen mij, doe dit, want dat kan niet, hoe meer dat ik zeg van, ik voel dat anders. Ik zie dat dat wel mogelijk is. En ik zal het jou tonen en bewijzen. En hoe hard ik er moet voor werken en hoe lang dat ook gaat duren, I don't give a shit. I don't care. Ik volg mijn gevoel. En als dat gevoel zegt, het is mogelijk, dan weet ik dat het ook mogelijk is. Maar natuurlijk vraagt dat ook iedere keer van mij om buiten mijn comfort te stappen. Om dingen anders te gaan doen dan wat ik zie dat heel veel mensen doen. En ja, er zijn momenten waarop ik getwijfeld had en dacht van, misschien is dat toch niet inderdaad, niet zoals ik het voel. En misschien moet ik toch mijn onderneming gaan vormgeven en via advertenties gaan doen en whatever. Dingen dat ze allemaal proberen wijs te maken. Als jij het niet voelt, als jij niet daarmee resoneert, als jij voelt dat dingen op een andere manier kan gebeuren, please go for it. Ga ervoor. Er is een reden waarom je die onweerstaanbare drang voelt. Sinds tiener voelde ik dat er ergens iemand was. Dat is ook zoiets. Alleen kon ik er vinger niet op leggen. Alleen kon ik het niet verwoorden. Het was een gevoel, een innerlijk weten. Nu weet ik natuurlijk dat toen allemaal ook ging. En allemaal signalen en boodschappen en richtlijning en aanwijzingen en wat dat ook dan maar allemaal is. Om te zeggen dat ik een tweelingvlam was. Dat dat een van mijn taken was. Dat dat een van de dingen was die op mijn pad zou komen. En nadien is het natuurlijk altijd gemakkelijk, want dan kan je zeggen van, ah ja, nu weet je het, en dan kan je dat nu allemaal gaan uitleggen, dat is ook zo. Maar als ik nooit had geluisterd naar de aanwijzingen dat mijn team me constant gaven, dan als ik nooit had vertrouwd op de ingeving en de ideeën dat ik diep van binnen voelde, bijvoorbeeld tijdens een van de stages dat ik had in mijn psychologieopleiding, dan voelde ik dat ik weggelegd was om een job te gaan doen, waar ik mijn eigen agenda kon bepalen, waarin ik met mensen samenwerkte en hen hielp te begrijpen wie dat ze waren. Dat ik hen ondersteunde en het weer beter worden en het weer gelukkig worden. En zodanig dat ze net zoals mij, zoals ik zelf vandaag, in een happy pappy vibe zitten en ronddansen en zingen en al fluitend langs de bakker passeren, waarop de mensen zoiets hebben van, wat is er mis mee? Jongens, dat is niks mis mee. Dat is hoe dat het hoort te zijn. Elke dag leuk, fun, plezierig. Dat is ook hetgeen wat ik tegen mijn kinderen zeg. Het maakt mij niet uit hoeveel punten je hebt. Het maakt mij niet uit of je zelfs geslaagd bent. Voor hen is het natuurlijk interessanter en leuker.
Het gaat mij voornamelijk, en dat is het enige wat je elke dag te doen hebt, hoe kan jij jezelf gelukkiger maken? Wat kan je vandaag veranderen zodanig dat je veel meer plezier hebt in het gewoon zijn, in het gewoon hier rondlopen op de aarde? Want dat is gewoon een opportuniteit waar heel veel energie en zielen niet de kans voor krijgen in deze tijd. Heb je wel enig idee hoe magisch en hoe uitzonderlijk het is om in deze tijd hier op aarde rond te lopen? En ik weet het, het zijn lastige tijden. Maar ook dat zijn overtuigingen. Als jij, hoe verklaar je dan dat er mensen zijn in tijden van crisis die hun beste businessjaar ooit hebben gehad? Nee, en dan gaat het niet over de mensen die mondmaskers verkopen, dat hoor ik je wel zeggen. Maar mensen die zelfs totaal niks met de corona of de gezondheidszorg of wat dan ook te maken hebben. Omdat zij hun passie volgen. Omdat zij vanuit een hoge energie, vanuit die drijfveer, vanuit een onweerstaanbare drang voelen dat zij iets moeten doen. Dat is ook hetgeen wat ik al jaren doe. Dat is ook de enige reden waarom ik blijf doen wat ik doe. Omdat ik gewoon voel dat dat de reden is waarom ik hier rondloop op dit moment. Om jullie te tonen, de weg te tonen, door gewoon mezelf ook te zijn, door gewoon mijn eigen pad te lopen. Maar mijn eigen pad is een voorbeeld van hoe dat jij het ook kan doen. En je hoeft dat niet volledig hetzelfde te zijn, want mijn pad en zelfs mijn proces en mijn reis, mijn avontuur, dat ik met mijn tweeling van me ervaar, dat zal nooit hetzelfde zijn als van jou, want we zijn gewoon twee verschillende mensen. En gelukkig maar. Maar het komt altijd op hetzelfde neer. Kies voor de dingen dat jou gelukkig maakt. Kies voor de dingen dat je zegt van yes, daar spring ik voor uit mijn bed. Dat zijn de dingen dat jou uit deze donkere dagen gaat halen. Dat zijn de dingen waarop dat december de fantastischste, de beste maand ooit gaat worden. Ook al sleutelen ze weer van alles en wat vinden ze er allemaal uit. Dat is hetgeen wat ik mijn klanten leer. Herneem je kracht, neem je verantwoordelijkheid en kies welke realiteit je wil ervaren. Dat is hetgeen wat ik leer in die training, manifesteren met de elementen. Trouwens, als je die wilt aanschaffen, dan raad ik je aan om dit nu nog in december te doen, want vanaf januari gaat die prijs omhoog. Nu is het 3,45 en dan gaat hij naar 4,99. Dus ik wil het toch zeker met je meegeven. Maar dat zijn de dingen dat ik doe. Dat is de reden wat ik met mijn klanten doe. Die shot onder de kont. Die hen uit dat zelfmedelijden halen. Hen even een stukje van mijn vertrouwen geven. Zodanig dat ze zelf genoeg vertrouwen in zichzelf hebben. Dat ze zelf verder alleen kunnen. Als ik zie, lieve mensen, echt waar. Als ik zie wat dat mensen daartoe in staat zijn om dingen te bereiken op zo'n korte tijd. Dat wens ik jou ook toe. Dat wens ik echt iedereen toe. En als je zegt van, het is al lang zo, ik geloof er niet in. Dan heb je nog niet de juiste dingen gedaan. Dan heb je nog niet de sleutel gevonden die op jouw oplossing past. En dat zijn de dingen, dat is één van mijn krachten, dat ik heel snel zie waar dat het probleem eigenlijk ligt. Want vaak, dat zijn ook illusies, vaak lijken dingen de oorzaak van iets, maar is eigenlijk de wortel nog veel dieper of op een volledig ander vlak. En dat is ook door de connectie en de verbinding die ik heb, de helderhorenheid, dus de boodschappen die ik hoor van mijn gidsen en van jouw gidsen als we samenwerken, die ervoor zorgen dat we op een hele korte termijn heel efficiënte stappen zetten en echt vooruit gaan. Zodat jij ook gewoon elke morgen happy, papi, blappy, hoe je het ook wil noemen, maakt me niet uit. Maar dat je gewoon jezelf kan zijn. Dat je gewoon kan zeggen van, I don't care, I just follow my own guidance. Sorry als je nu geen Engels begrijpt, maar dat is nadeel om een Engelstalige tweelingvlam te hebben. Dan gebeurt dat zo. Dus maar gewoon om je eigen pad te volgen. Gewoon de dingen te doen, de dromen, de wensen te doen. De levensstijl te creëren dat jij gewoon diep van binnen voelt dat je voor weggelegd bent. Dat is hetgeen dat ik voor jou wens. En ik hoop dat met mijn zottigheid, mijn gekkigheid, mijn too much misschien vandaag. Maar dat ik jouw dag een beetje opfleur, wat blijer, leuker maak. Geen enkel obstakel is te lastig, te moeilijk, te groot om te overkomen. Want je krijgt alleen maar de dingen waarvoor je klaar bent om de lessen van te leren. En dat is ook iets dat ik mezelf heel vaak verteld heb op momenten dat ik het echt niet meer mag zag zitten. Dat ik dacht van, ik geef gewoon op. Ik zie het hier allemaal verkeerd.
Maar alsjeblieft, geef niet op. We zijn aan de eindlijn. We zien die eindstreep. En als jij nu al in die donkere nacht van de ziel zit, geloof me, dan zit je al een heel stuk voor weer op de rest van het collectief. Want volgend jaar gaan er nog veel meer mensen wakker worden. En gaat er nog veel meer chaos en veel meer angsten zijn. En dat is niet om jou nu bang te maken, zeker niet. Maar dat is gewoon om jouw moed in te spreken. Om te tonen dat het gewoon allemaal beter kan. Hoe komt het dat ik mij gelukkig en blij kan voelen, ondanks al de chaos om mij heen? Omdat geluk in jou aanwezig zit, ook in jou. Dus alsjeblieft, gun jezelf het geschenk dit nieuwjaar, dit eindjaar. En neem iemand onder de arm die gewoon eventjes met jou kan meelopen. Ik wil dat heel graag doen, maar ik heb natuurlijk een aantal beperkte plaatsen. Ik kan niet met iedereen één op één werken. Maar ondertussen zijn er genoeg zaken beschikbaar op mijn website waarin je wel van mij kan leren. Misschien ben je nog niet klaar om echt één op één met mij samen te werken, omdat ik een beetje too much ben. Dat kan. En dat is oké. Maar laat u dan bijstaan door mensen waar je voelt dat je mee resoneert. En volg wat hij ook doet. Volg altijd je hart. Volg die intuïtie. Volg dat buikgevoel. En volg de dingen die je blij maken. De dingen waar je aan denkt dat je helemaal enthousiast en over de top wordt zoals ik nu vandaag ben. Zo, ik ga het hierbij laten. Maar zoals je kan zien aan de lengte van de video, ben ik gewoon zo gepassioneerd. En vind ik het zo frustrerend dat ik zoveel mensen zie worstelen. Terwijl dat eigenlijk allemaal heel gemakkelijk kan omgekeerd en omgedraaid worden. Het is gewoon een aantal puzzelstukjes die je nog mist. In jouw groei, in jouw ascensie, in jouw leven. En laat mij en mijn team jou daarbij helpen. Zo, dat was het voor vandaag. Ik wens je een fantastische dag. Geniet van de 1e december. December wordt echt top. Als je toelaat. En tot binnenkort. Dag.